Dit zijn koe 158 en koe 168. Ze hebben nu allebei zo'n 2 maanden geleden gekalfd. Zoals je ziet geven ze goed veel melk. Je ziet het aan de conditie. De conditie is wat teruggelopen omdat ze deze koe nu 54 liter per dag geeft. Ze geeft gewoon echt een dikke topproductie. 54 liter voor deze koe. En koe 168 die geeft zelfs 56 liter. Dus ze kunnen er echt flink tegenaan. En ze laten ook zien dat ze de productie wel aan kunnen, maar toch zwaar hebben. Je kan ook zien dat de pens zit gelukkig erg vol. Daar houden we de koe ook goed voor in de gaten, allebei, of dat die pens vol zit. We hebben hier de laatste rib, de lendenen en dan heb je hier de driehoek. En hier kan je zien of dat de pens vol zit. Nou, bij deze koe zit gewoon super vol gevreten. Het is belangrijk dat de koe dus voldoende ruwvoer binnenkrijgt, zodat die pens gevuld blijft. Op dit moment krijgt de koe ook wel 11 kilogram krachtvoer te eten, om extra veel energie erin te stoppen om de melkproductie aan te kunnen. We geven bewust niet meer dan 11 kilo brok per dag. En dat krijgt ze in 4 postjes toebedeeld. Te eten in de robot of in de krachtvoerbox. 11 kilo is maximaal, anders gaan we erover voeren. En dan komt er gas in de pens en heeft dan een lepmachtdraaiing. Dat soort tafereelen gaan we dan krijgen. En dat willen we gewoon niet hebben. Nou, je ziet ook de koe, goed uien eronder. Het celgetal met 2 monstringen, allebei gewoon rond de 20. Dus lekker laag. Nou, dat is belangrijk. Zoals je ziet ook aan de benen en de klauwen. Ze kan de productie goed aan. Geen last van mortelaro. Ze loopt gewoon lekker in de stal. En het zijn gewoon 2 topkoeien. Zoals je ziet bij 168 ook. Ook wat lager in conditie nadat ze toen droog gegaan is. Allebei een dikke productie eronder. En hiermee kan je boer blijven. Dus dit zijn echte koeien voor de melkveehouderij voor de toekomst. Deze vaas heeft gisteren gekalfd. Zoals je ziet zit er nog wat zucht in het uier. We moeten altijd goed kijken als een koe zucht in het uier heeft, dat ze voldoende uitmelkt en dat de spenen niet te dik blijven, zodat de tepelbekers er niet goed omheen kunnen. Zorg dus dat hij goed uitgemolken wordt en dat hij dan op zo'n manier dus het juiste uier krijgt met de minste druk erop en dat zo snel mogelijk het zucht eruit melkt. Daarom melken we deze fase 4 keer per dag, de eerste 3-4 weken sowieso. Dan gaat het uier sneller, kleiner worden. Ben je het zucht kwijt, dan kan de koe de goede lactatie aan. We maken nu het rietje klaar. Dit is een rietje fokstierensperma. We doen het in het water van 32 graden, zodat het op de juiste temperatuur ontdooit. We laten het een half minuut hierin zitten en dan stoppen we in de pistolet en gaan we de koe insemineren. Deze koe was gisteravond mooi tochtig. Heeft ze de tochtigheid goed laten zien. Dus we gaan haar insemineren. De koe voelde goed aan, ze was goed te insemineren, dus deze moet gewoon drachtig zijn. Als de koeien hier gekalfd hebben, dan voelen wij de koeien altijd ongeveer een week na afkalven, voelen wij ze even op. Of dat de baarmoeder mooi klein begint te worden, zodat er geen vuil meer in de baarmoeder is, waardoor ze dus eventueel na kunnen vuilen en dat soort dingen. We voelen de koeien gewoon op, pakken een handschoen. Deze koe voelde mooi op, de baarmoeder is alweer mooi klein. Je merkt dat er lekker teruggeslonken is. Er zat nog wat iets slijm op, dat kan je hier zien. En ik denk dat ze volgende week alweer lekker tochtig begint te worden. Nou, dan is ze weer mooi schoon, fris om deze lactatie door te gaan. En over een paar maanden zal ze geïnsemineerd worden. Dan zal ze ook weer drachtig worden. Gaan we naar de volgende koe.
verse vaasje, 3 dagen geleden gekalfd. Zoals je ziet komt er nog iets bloed, iets vocht af. Nou, ze is gewoon goed aan het opschonen. De baarmoeder wordt al wat mooi klein. En op zo'n manier help ik haar om zonder antibiotica toch goed op te schonen. En zodat ze fris de nieuwe lactatie in kan gaan. Nou, deze staat gewoon ook startklaar. En ik denk als ze over 2 weken een keertje tochtig is, dat de baarmoeder weer mooi schoon wordt. En op zo'n manier kan ze lekker doorproduceren. We houden er wel in de gaten, want als dit gaat ontsteken, ja, dan heeft ze dus de baarmoederontsteking. En dan moeten we er gaan behandelen. Maar dat is nu absoluut nog niet nodig. Ze voelt goed volgevreten en ze kan gewoon de goede lactatie aan. Hier staat de koe klaar. Die gaan we drachtigheidscontrole uitvoeren. Ze moet ongeveer 42 dagen drachtig zijn. Dus we gaan erop voelen of dat er een kalfje in zit. Nou, we hebben geluk. Ze is drachtig. Er zit dus een kalfje in. En ja, het heeft dus goed uitgepakt, de inseminatie. Dus hier zit een kalfje in van 42 dagen oud. Nou, vanaf 40 dagen voel ik de koeien zelf op dat ze drachtig zijn of niet. En bij 30 dagen, als ik dan al eventueel twijfel of dat soort dingen, laat ik de dierenarts komen. En die kan dan met de scan, kan ze op 30 dagen ook al zien of dat de koe drachtig is. Maar bij 40 dagen kan ik het zelf voelen. En dan ben ik er 100% van overtuigd dat de koe dus drachtig is. Het is feest, deze is drachtig.